Het ministerie van Openbare Werken heeft vanmorgen een buitengewone presentatie van haar Public-Private Partnership, PPP-projecten, gehouden. De presentaties gingen over de brug Suriname-rivier en aansluitende wegen en Waste Management Ornamiwo. Kees Boender, inleider van de presentatie Brug Suriname-rivier, gaf aan dat de tweede brug over de Suriname-rivier anders zal worden aangepakt dan de brug over de Quarantijn-rivier. Volgens Suratmin Mustaja moet waste management anders worden gezien dan alleen het dumpen van vuil. Beide gaan volgens een PPP-model, dat is een public-private partnership, waarin een investeerder met geld moet inkomen, geld en initiatief en de zaak moet realiseren, onderhouden en uiteindelijk mag hij daar tol voor heffen, hij krijgt een bepaalde concessie, zo werkt dat ongeveer. Bij de Quarantijnrivierbrug hebben we duidelijk een hele hoop voorstudies, die laten we separaat maken. Het grote verschil hier is dat de voorstudies in de deal met de PPP concessionaris gaan doen. Waarom PPP? Met deze PPP willen we dus de private sector stimuleren. En zoals u weet, wanneer we veel PPP's hebben, dan kan dat leiden tot zeker economische groei. We betrekken ook dus de private sector. Er is zeker behoefte aan de private sector om te participeren in onze national development. Het afvalprobleem, met name op Ornamiwo te helpen oplossen. We hebben daar een milieuprobleem, een gezondheidsprobleem, maar ook met betrekking tot de bodemverontreiniging. Er is zoveel in de afgelopen jaren geschreven, gepubliceerd, discussies gevoerd over het probleem te Ornamiwo. En we hopen dus hiermee een verandering aan te brengen. Volgens minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft het ministerie op dit moment geen middelen om bepaalde projecten uit te voeren. Het is soms nodig om van dit soort samenwerkingen gebruik te maken. Dus dit is de nieuwe trend waar we op gaan, verder gaan. En met betrekking tot dit zijn grote projecten. En je moet de grote projecten moet je meer zien, want er is heel veel kritiek. Die grote projecten moet je zien in het kader van een deel van het werk afstoten van de overheid. Vuil ophalen is typisch één. Je moet het zien in het kader van stimuleren van ondernemerschap, toerisme, maar vooral voor de particulieren. Zo moet je het kader van grote projecten zien. Want als we grote projecten doen, dan heeft men vaak kritiek, ja, waar heeft de regering het geld? Maar dat is voor langere termijn bedoeld. Kleine projecten, dat doen we via de begroting. Maar we moeten aandacht besteden aan dit soort grote zaken. Het probleem van de brug kennen we, ga ik niet meer herhalen, maar bij Ornamiwo moet ik wel wat zeggen. Het gaat ook niet alleen om Ornamiwo, dat is misschien de presentatie niet duidelijk naar voren komen, maar het gaat om afval in heel Suriname. Toen ik kwam als minister en ik keek naar de situatie en wat we uitgeven, dan is het eigenlijk een beetje jammer. Dat geld zouden we liever in de afronding van scholen kunnen zetten. De minister hoopt dat de bedrijven die zijn uitgekozen om mee te doen bij deze public-private partnership de ideeën die zij hebben zo snel als mogelijk op tafel zullen leggen.